Welkom bij Do-It-Self-ideeën. Ik heb hier een paasvideo voor jullie. We gaan een paasei maken. Je ziet het misschien al. Het is geen echt gekookt ei. Het is een chocolade-ei dat ik heb uitgehold en opnieuw heb gevuld. Het ziet er helemaal uit als een echt gekookt ei. Je kan het eten bij het ontbijt op Pasen. Het is misschien wel het ideale alternatief voor al wie graag Pasen viert, maar geen gekookte eieren lust. Hoe heb ik dit gemaakt? Dat ga ik jullie nu laten zien. Ik heb het ei gevuld met yoghurt. Je hebt dus een chocolade-ei nodig. Ik ga een verrassings-ei gebruiken. En je hebt yoghurt nodig. En heb je ook nog iets nodig? Crème of confituur, jam met een oranje kleur. De kleur van eigeel. Ik heb geluk, want bij mijn yoghurt zit abrikozen en honingcrème. Dus ik heb yoghurt en de crème in één. Ik ga eerst het ei heel voorzichtig open doen. Enkel aan de bovenkant. Het stukje speelgoed ga ik er natuurlijk uithalen. Ik ga mijn lepeltje gebruiken. Je rand moet niet perfect rond zijn, want dat is bij een echt gekookt ei ook niet het geval. Ik moet de opening ook groot genoeg maken om het speelgoedje eruit te kunnen halen. Als je gewoon chocolade-ei gebruikt, dan moet het natuurlijk niet. Dan kan je de opening wat kleiner maken, want er zit helemaal geen speelgoedje in. We zijn er bijna. Zo. Ik laat de folie nog even rond, dan smelt het ei niet als ik het aanraak. En ik ga het chocolade-ei nu vullen met yoghurt. Even mengen. Dat wordt dan mijn eiwit. En de crème, dat wordt dan mijn eigeel. De kleuren zijn echt perfect. Wel is mijn crème een beetje doorzichtig en heeft hij niet de structuur van eigeel, maar dat hoeft ook helemaal niet. Dus eerst doe ik het eiwit erin. En dan maak je een klein putje met je lepel. Dan gaat nu het eigeel erin. Een grote lepel vol. Doe dan weer wat eiwit aan de randen. En vul nog verder met eigeel. Een ei ziet er heel vol uit nu. De folie kan eraf. En dan heb ik nu een nep gekookt ei gemaakt van chocolade, yoghurt en crème met honing en abrikozensmaak. Je kan er natuurlijk ook andere dingen in doen.
zolang de kleuren maar goed zitten. Ik hoop dat jullie de handleiding leuk vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. Laat me bij de reacties weten hoe jullie eieren gelukt zijn en of ze lekker waren. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën.